Schijnt wel heel dichtbij te staan. Hij stond in een file net als trouwens de heren Fortuyn en Roosmuller. Maar die hebben een iets snellere chauffeur bij zich gehad. Dus die zijn er wel. We gaan met 5 man vast beginnen. Oh nee, daar komt Ad Melkert al aan. Hartelijk welkom. Intussen de felicitaties naar Pim Fortuyn. Dank u wel. 17 zetels gewonnen in Rotterdam. En in de opiniepeiling maar liefst vanuit het niets op 18. Dat vervult u met meer trots? Nou, natuurlijk de reële uitslag. Dat lijkt me wel duidelijk. Hè? Peilingen zijn peilingen. Het is op het ogenblik ook geen Tweede Kamerverkiezing. Het gaat om Rotterdam. Nou, daar hebben we een mega-uitslag. Ik ben er een beetje beduusd van. Dat constateerden ze ook in Rotterdam. Ja, maar u zei ook, u heeft een opdracht. En die opdracht heeft u ook in de landspolitiek. En ik neem aan dat dat iets meer tijd in beslag zal nemen dan die ene dag die u voor Rotterdam uittrekt. Nou, we hebben een hele goede lijst. De gemeentewet staat nu ook toe om wethouders van buiten aan te trekken. Dat hebben wij in de fractie al afgesproken dat we dat ook gaan doen. We komen met goede kandidaten. Maar ja, eerst zal het gesprek in Rotterdam überhaupt opgestart moeten worden. En ja, de andere partijen waren ook net zo beduusd als ik door hun verlies. Dus ik heb ook gevraagd van nou, laten we er nou eens met rustig een nachtje over slapen. Ja. En dan gaan we morgen eens even op een rustige manier verder kijken. Ik begrijp mijn verantwoordelijkheid zeer, heb ik ook uitgesproken in Rotterdam. En wij willen er alles aan doen om een goed college daar te krijgen. Nou, laten mensen eerst nu even slapen en geen dingen zeggen die mogelijke coalities kunnen blokkeren. Want Nederland heeft geen tweepartijenstelsel, hè? Dus het is niet de winner takes all. Samenwerken. We zullen een coalitie moeten maken. Samenwerken, dat zal ook op landelijk gebied zijn. Daar komen we straks nog over te spreken. Hartelijk welkom ook meneer Melkert. Tijd waar we zaten, een kleine file. Nou, we zaten in Heerenveen, dus dat is nog een eindje rijden. Heeft u dan kom je door de polder. Ja, tuurlijk. Ja. Heeft u de heer Fortuyn al gefeliciteerd? Nou, ik wou iedereen, het is een goede democratische gewoonte, iedereen te feliciteren. Balkenende, Roosmuller, Fortuyn. Met bereikte resultaten her en der. Nou ja, op één plek dan vrij geconcentreerd. Ja. En. Bent u ook blij met de manier waarop dat gebeurd is? Ik bedoel, u wenst iemand geluk die u eerder deze week toch een aantal verwijten, althans over zijn uitlatingen heeft gedaan. Ja, daar zijn we nog steeds niet blij over die uitlatingen. Dat verandert echt niet door de verkiezingsuitslag natuurlijk. Nee? Maar dat neemt niet weg dat het wel democratie is dat mensen zich uitspreken. Ja. Maar nee, mijn vraag was, als u de heer Fortuyn geluk wenst, hoe geloofwaardig is dat als u hem eerder deze week aangaande zijn uitlatingen zo stevig heeft bekritiseerd? Met woorden als asociaal. De geloofwaardigheid ligt in de democratische gewoonte. En het belang daarvan ook. Mm-hmm. Dat mensen uiteindelijk kunnen kiezen. Dat geldt dus ook voor Rotterdam, dus ook voor de mensen. Ja, maar ze hebben niet voor een asociale man gekozen. En wat ik heel leuk vind in Rotterdam. Ik dacht dat ik het woord nog had, of zie ik dat verkeerd? Dat ze met de soort. Dat zou ik dus willen zeggen, meneer Witteman. Ik hoop dat u een beetje orde weet te houden. Want de heer Fortuyn, die heeft er een gewoonte van om door anderen heen te praten. Dat vind ik niet zo leuk. U heeft die ervaring al eerder. Ja, dat moeten we gewoon niet doen. Ik zou dus willen zeggen, het is belangrijk dat er gekozen is. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk echt zorgen zijn, bij mij ook. Over wat dan de verantwoordelijkheid is die vervolgens wordt genomen op basis van uitspraken die zijn gedaan, die er niet om liegen. Nou, dat zal nog heel wat vergen. Ja. Meneer Roosmuller, u heeft de heer Fortuyn was ik bij gefeliciteerd. Ja. Terwijl toch de stemmenwinst voor minstens een deel te danken zal zijn aan uitspraken als Nederland is vol. Ja, maar desalniettemin blijft het een knappe prestatie voor een beleid waar wij als GroenLinks heel veel afstand toe nemen. En dat is de situatie die vanavond is ingetreden. Ik bedoel, er is een grote afstand tussen de politiek van Fortuyn en de politiek van GroenLinks. Maar dat laat onverlet dat nog even los van de gewoonte waar Melkert het over heeft. Maar het is gebeurd en dat heeft Fortuyn op zijn konto. Er is een feit en dat was dus even geen peiling meer. We kennen een deel van de werkelijkheid in Rotterdam. 1/3 van de kiezers. Me dunkt geen kleinigheid. Aardverschuiving. Kan het niet anders zeggen. Ja. Meneer Dijkstal, de heer Fortuyn zei vanavond, het is het gebrek aan daadkracht van Paars geweest dat mij en zijn lijst wind in de zeilen heeft gegeven. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Wel natuurlijk op een aantal dossiers. Ik heb er natuurlijk in de afgelopen weken ook over gesproken. Want de vraagstuk rond asiel of WO of in het zorgstelsel, ja, daar ben ik ook niet tevreden over, dus op dat punt heeft hij zeker gelijk. Maar ik vind dat erg onderbelicht blijft, ook bij hem, maar niet alleen bij hem.
is waar we het in de afgelopen jaren ook voor gedaan hebben. Als het gaat om financieel beleid, economisch beleid, het werkgelegenheid. En ik kan me niet uit mijn gedachten wegzetten waar we in de jaren 80 en begin jaren 90 zo verschrikkelijk zorgen over hebben gehad. Het tekort, de schuld, lastendrukken, werkeloosheid en dat soort dingen meer. En dan vind ik dat in deze campagne, misschien ook mijn eigen schuld, onderbelicht gebleven is. Dat we in een van de meest welvarende landen van de wereld leven. En dat het zeer de moeite waard is om die welvaart vast te houden. En dat is het element wat ik te weinig tegenkom. En dat moet volgens mij de balans in het geheel brengen. Ja, meneer Balkenende, u heeft oppositie gevoerd. Dat heeft de kiezer beloond met in de peiling 1 zetel winst. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Meneer Fortuyn komt vanuit 0 op 18. Wat doet u slechter dan hij? Nou, ik zou willen beginnen met te zeggen, het is gemeenteraadsverkiezing. We hadden vorige keer, 4 jaar geleden, een goed resultaat en we zitten in de plus. Ik ben er blij om. Ja. En dan wat betreft heer Fortuyn. Ik heb steeds gezegd, vanavond is de avond van Fortuyn. Het is een beetje de dag van Fortuyn als je het journaal zag vandaag. Ik denk dat Fortuyn gevoelens die leven in de samenleving, gevoelens van onvrede, zichtbaar heeft gemaakt. En als het gaat om de positie van het CDA, dan zeg ik, na alles wat wij hebben meegemaakt eind september, begin oktober, vind ik dit een mooie start. Er is nog veel te doen. Hmm. Het wordt een hele interessante, boeiende campagne. Zeker, maar u heeft ook steeds kritiek gehad, een paar zeker de laatste weken. Dat is ook zo. Dat heeft Fortuyn ook gedaan. Wat doet hij beter dan u? Ik weet niet of het zo zou moeten stellen. Als ik kijk, Fortuyn is natuurlijk een andere partij. Lijst Fortuyn staat er buiten, is nieuw. En daar ook aantrekkelijk. Als ik de positie van het CDA vergelijk met de andere partij, PvdA, VVD, D66, dan zeg ik, ja, dan heb je geen last van achteruitgang, dat is mooi. Nee, maar en dat is toch ook wel een punt wat... Probeer het een beetje te concentreren op de vraag. Ja. Waarom komt hij vanuit niets op 18 zetels en wint u maar 1 zetel, terwijl u allebei kritiek op paars heeft? Wat is het verschil? Nou, ik denk dat het CDA natuurlijk ook voor degenen die wat verder van Den Haag staan, wordt gerekend tot een van de partijen die deel uitmaken van het Haagse circuit. Terwijl Fortuyn natuurlijk daar buiten staat, een proteststem. Alleen ik denk wel dat de situatie nu, dus de situatie ook, van peilingen... Dan zijn de stemmen van Fortuyn zijn dan ook voor een deel een stem tegen de politieke elite? Ik denk dat wat op het ogenblik zich voordoet in de Nederlandse samenleving, dat is kritiek op Haags beleid, maar ook zeker de weerzin tegen wat er in Haag gebeurt. Dat vindt een uitlaatklep, denk ik nu, in een proteststem voor Leven van Nederland of voor de lijst Fortuyn. Alleen, de vraag is niet alleen, gaat het om de onvrede? Het gaat ook om de vraag, heb je een geloofwaardig alternatief? Heb je een doortimmerde visie? Gaan we zo je voorstellen? Ja, meneer De Graaf, moet de conclusie zijn, want u heeft eigenlijk als een van de weinigen de strijd tegen Fortuyn een beetje aangebonden in de campagne. Moet de conclusie zijn dat dat scherper moet gebeuren nu, na deze uitslag? Of juist dat u moet zeggen, nou ja, de kiezer heeft altijd gelijk. Dus laten we maar eens even kijken wat hij doet, wat wij van hem kunnen overnemen. Nee, niet scherper. Ik zeg, dat heb ik ook de afgelopen weken gezegd, ook al eerder overigens, wat ik vind, ook van de dekbeelden van de heer Fortuyn. En dat hoort ook in een democratie zo. En ik ga niet plotseling dat verscherpen als ik vind dat datgene wat ik heb gezegd stond als een huis. Als de kiezers daarmee eens zijn, is vers 2, maar ik verander mijn standpunten niet. Zeker niet ook in het debat met de heer Fortuyn, want ik graag een keer voer. Ja. Zou u dat debat nu voortaan aan willen gaan, meneer Fortuyn? Want het is tot nu toe een beetje uit de weg gegaan. Nee hoor, ik ben geen enkel debat uit de weg gegaan. Het moet alleen wel fatsoenlijk gebeuren. En ik wil hier 2 dingen gezegd hebben. A, ik kom helemaal niet uit het niets. Hè? Ik ben niet gisteren geboren. Ik ben al maar een ik bedoelde met uit het niets dat u nog niet in de Tweede Kamer tegenwoordig was. Laat mij nou even toelichten. Want meneer Melkert wil niet dat we door elkaar heen praten. Dat wil ik goed in mijn oren knopen. Goed, ik kom niet uit het niets. Ik ben al meer dan 10 jaar bezig. In het publieke domein, met lezingen, met de Elsevier, met boeken, et cetera. Voor het grote publiek, hè, dus de grote doorbraak is nu. Maar ik heb een hele stevige basis in die Nederlandse samenleving, dus ik kom niet uit het niets. Ik ben met die kritiek op de politieke elite, de wijze waarop politiek bedreven wordt, ook al een jaar of 10 bezig. En mijn kritiek op Paars, na mijn aanvankelijk enthousiasme van de eerste 2 jaar, heb ik zeer systematisch gevoerd, ook inhoudelijk. Hè. Dus ook steeds al gezegd, die man heeft geen programma, dan denk ik, lees maar eens wat ik heb geschreven. Maar ik zal ze bedienen, 14 maart, 192 pagina's, het hele brede spectrum van de politiek, analyse van wat ik vind dat er in dit land niet goed gaat, en wegen waar langs oplossingen kunnen worden gevonden. En dan kun je natuurlijk nog een heftig debat hebben over die oplossingen, die wegen waar langs, et cetera. Maar dat is politiek. Ja, dus meneer Dijkstra, u zegt regelmatig, de heer Fortuyn heeft geen programma. Ik weet niet eens waar ik hem op zou moeten bestrijden. Dat is binnenkort voorbij.
Nou, ik hoop dat het is nu al voorbij, hoor. Oh, dat boek is er al. Nee, ik heb zoveel geschreven. Ik zou wel eens willen weten. Ja, ik zou wel eens willen weten wat die lijsttrekkers hier aan deze tafel hebben geschreven. Behalve de heer Balkenende, collega-hoogleraar, kan ik dat van deze mensen absoluut niet zeggen. Dat je zo niet alles kunnen lezen, kan ik. Nou, ik volg u uitstekend, meneer, maar uw eigen pennenvruchten die zijn minimaal. Dat moet u eens goed kijken, heeft, goed lezen. Als Fortuyn zegt, van, ik kom met een boek, heel interessant. Ja. Is dat boek nu het programma van de lijst Fortuyn? Ja, uiteraard. Dus het boek, dat is interessant. Ja, uiteraard. En dat is ook met de financiële verbouwing. Die heb ik namelijk niet nodig, want ik wil geen dubbeltje extra uitgeven. U heeft helemaal geen financiële onderbouwing erbij? Nee, ik heb dat niet nodig, omdat ik vooralsnog geen dubbeltje extra uit wil geven. Ik wil eerst die collectieve sector drastisch saneren, dus met het bestaande geld een beter product afleveren. Zo doe je dat in het bedrijf. En ik denk dat dat ook heel interessant is om dat bij de overheid maar eens te gaan doen. Mag ik de reactie van hier? Nou, ik denk dat de hervorming van de publieke sector, die is al lang gaande. Er is enorm veel in beweging gezet de afgelopen jaren. Als je kijkt naar de kinderopvang, of als je kijkt naar de wijze waarop de politie tegenwoordig opereert, de grote veranderingen die daar worden doorgevoerd. We staan aan de vooravond van een enorme wijziging in de organisatie van de zorg, waar trouwens nog wel het nodige over besproken moet worden. Er is veel gaande. Die feiten van de afgelopen jaren, die zouden toch echt wel wat meer gerespecteerd mogen worden. En dan is het absoluut nodig, maar ik denk dat daar eigenlijk een vrij brede consensus over bestaat, dat die publieke sector nog niet goed genoeg is en dat er dus meer moet gebeuren. En dan lijkt het mij interessant om daarover te spreken, maar niet om het monopolie daarop te claimen. Meneer Dijkstal, u werd ook aangesproken door de heer Fortuyn dat u wat weinig schrijft en dat van het idee op dat punt weinig zichtbaar is. Nou, wij maken partijprogramma's, hè. Wij zijn een partij die al wat langer rondloopt, dus wij denken over alle vraagstukken na. En de heer Fortuyn heeft ongetwijfeld met rode oortjes al die partijprogramma's van ons ook doorgenomen. Ik heb ook erg veel nagedacht, meneer Dijkstra. Nee, ik verwijt niet dat ik zeg dat u het gaat over een eerste. Nou, daar zijn we daarover eens. U de partijprogramma's, en, ik de boek. En u het boek. En dan wat ik graag zou willen weten, maar dan iets concreter, en dat kan nu niet aan deze tafel, is dan gaan we het onderwerp voor onderwerp maar eens langs. Heel goed. Kijk, ik ben niet zo dol op de wegen beschrijven waar langs het moet. Het moet in de politiek wat mij betreft iets concreter. We staan in het zorgstelsel, staan we voor een lastige opgave. Dat stelsel moet gemoderniseerd worden. Wij hebben moeite gedaan om dat precies op te schrijven. Het CDA heeft dat gedaan. De SER heeft inmiddels wat gedaan. De Partij van de Arbeid is daarmee bezig. Als je daarover gaat praten, dan moet je heel concreet zijn. Dan zeg je dat en dat willen veranderen. En als daar een prijskaartje bij hoort, zul je ook aan moeten geven hoeveel geld je daarvoor uittrekt en ten koste van wat dat gaat. Zo zou het moeten gaan. En ik hoop dat dat straks met de heer Fortuyn ook dat geld komt er dus niet bij, als ik het goed begrijp. Nee, volgens nog niet. Als je iets moet saneren, dan kun je echt uit elke bedrijfsreorganisatie leren, moet je niet beginnen met er extra geld in te pompen. Ja, dus en de gezondheidszorg, nou, laat me even mijn punt scoren, is een duidelijk voorbeeld. Een stijging van 50 miljard naar 85 in 8 jaar paars. En de kwaliteit is helaas niet verbeterd. Maar ik heb er voorzien in mijn fractie van een flink contingent artsen wat denkt dat ze weten hoe het moet. Heeft u die lijst al helemaal compleet eigenlijk? Nee, nog niet compleet, maar we zijn hard in zit de weer. Op zit u op een stuk of 30, maar ik moet allerlei constructies gaan maken, want die kieswet die zit ingewikkeld in elkaar, maar nou, we hopen op een lijst te komen waarop we 40 mensen hebben staan. Maar als u nu zegt, ik heb ideeën over de zorg, en u wordt straks door een aantal mensen in die Kamer gekozen, dan willen ze toch weten hoeveel geld u daarvoor wil uitgeven. Nou, vooralsnog niet meer als dat er nu voor staat, met een beetje inflatiecorrectie. En dat is de financiële onderbouwing van die paragraaf. Wij zijn heel simpel. We willen de zalmnorm handhaven. Geen gulden uitgeven die we niet eerst verdiend hebben. En ik wil er maar even op wijzen. Er zijn twee dingen die paars, die nu nog regeert, nu laat liggen. Neem ik de heer Melkert zeer kwalijk. Vorig jaar maart heb ik hem aangesproken op de inflatie. Het interesseerde hem helemaal niks. Nog steeds niet. En dat gaat heel. We zien nu uit de cijfers dat onze concurrentiepositie zeer wordt ondergraven. Misschien straks weer geconfronteerd worden met een financieringstekort, meneer Witteman. Dus dan moeten we weer bezuinigen. Dus ik ben heel voorzichtig daarin. Ik wil de zalmnorm handhaven. Geen gulden extra uitgeven die we niet eerst hebben verdiend. Zo moet het. Meneer Melkert?
Ik ben me niet bewust dat ik voor inflatie heb gepleit, eerlijk gezegd. U heeft gezegd dat u dat niet interessant vond. Nou, ik dacht dat ik het antwoord gaf op u. Bent u helemaal niet bereid hem aan te kijken? Ik kijk hem voortdurend aan, maar als u een vraag stelt, kijk ik u aan. Dat heb ik thuis geleerd. Zo hoort het. Ik vraag u te reageren op zijn opmerkingen aangaande inflatie. Dus als u nog even aankijkt. Het is natuurlijk flauwekul. Heeft u het in Rotterdam niet gezegd? Het was niet interessant in het eurogebied dat wij een hoge inflatie hadden. Inflatie is het gevolg van de introductie van het belastingstelsel. Daar was rekening mee gehouden. Het valt dus inderdaad vies tegen. Dat er in de eerste maanden van dit jaar minder is gekomen. Maar dat heeft heel erg veel te maken met de loonontwikkeling waar we niet tevreden over kunnen. Ja, maar u doet er niks aan. Maar u kunt de overheidstarieven in de hand houden. U kunt de overheidsuitgaven. Ik geloof dat u overschat wat je daaraan zou kunnen doen. En je kunt en ik denk dat u zult moeten aangeven hoe u dat dan zou willen afdwingen. Als u tenminste ook respecteert dat er bijvoorbeeld vrijheid van onderhandeling is tussen sociale partners. En dat er echt ook beperkingen zijn gesteld aan bijvoorbeeld... U geeft het voorbeeld niet. Meneer Fortuyn, ik laat het debat zo even lopen. Ik laat het debat zo even lopen, omdat ik bij de volgende vraag aan u wilde voorleggen. Als er zoveel stemmen op u worden uitgebracht, dan moet u misschien, heb ik vanavond een aantal keren ook horen zeggen, bereid zijn om mee te praten over meeregeren. Ja, maar laten we nou eerst maar campagne gaan voeren. Tuurlijk, maar dat vind ik ook zo raar in dit land. Van tevoren al compromissen sluiten. Nee, we gaan eerst campagne voeren. Ik ga vertellen wat ik wil met dit land. Meneer Melkert gaat vertellen. Meneer Dijkstam, meneer De Graaf, meneer Rozenmuller en meneer Balkenende. U kent ze bij naam, maar de vraag is of als u eventueel... En daar mogen de mensen eerst kiezen. Ja. Ja. En zou u dan met deze mensen eventueel een regering willen vormen? Het zou wel moeten. Begrijp u mij goed, hè? Kunt ook zeggen, ik blijf in de oppositie. Nee. Ik heb niets tegen het poldermodel. Want we moeten hier altijd coalities vormen. We hebben een tweepartijenstelsel. Maar ik heb wel heel veel tegen de poldercultuur. En de poldercultuur, die maakt dat we die discussies niet voeren. Eerst de discussies, dan de verkiezingen. Nou, en dan gaan we met elkaar praten. Praat met iedereen. Ja, en praat iedereen ook met u? Dat is de vraag. Nou, dat had ik meneer Melkert, sorry, ik kom zo bij hem. Nou, waar gaat het over? De hoofdkeuze voor de komende tijd, die ligt echt in de vraag van de sociale samenhang. Van één samenleving in Nederland. Mm-hmm. En daar wil ik dus graag met iedereen over praten. Maar dan wel vanuit die intentie om daaraan bij te dragen. Daar hebben wij als Partij van de Arbeid de wijsheid niet in pacht. Maar wel een enorme overtuiging. Maar sluit dat nou uit dat u met meneer Fortuyn zou willen samenwerken in een regering? Als het daarover gaat, over één samenleving, en ik zie wat daarover is gezegd door de heer Fortuyn, dan zie ik dus geen uitdaging. Wat heb ik dan gezegd? Wat deze samenleving zou splitsen? Het is, ik heb... Meneer Balkenende. Nou, een beetje op te vallen. Ik had vandaag het gevoel, als je het journaal kijkt, dat dat dag van Fortuyn was. Het was de avond van Fortuyn en ook een beetje de nacht van Fortuyn te worden. Maar dat is niet zonder reden, want dat heeft met het ander te maken. Nee, de heer Fortuyn komt op een enorm aantal zetels. U sprak zelf ook over een aardverschuiving. Dan ligt dat voor de hand. En zo vaak is hij niet met u in debat. Maar vertelt u, zou u willen samenwerken met hem in een regering? Ik heb steeds gezegd dat ik geen partijen uitsluit. Het gaat ook voor de heer Fortuyn. Ik heb wel gezegd dat sommige partijen, ik heb gezegd, en dat gaat ook voor de heer Fortuyn, dat als er opmerkingen komen over artikel 1 van de grondwet, of bepaalde voorstellen ten aanzien van de WO, dan kunnen partijen het zichzelf lastiger maken, althans voor ons, om deel uit te maken van die regering. Maar uitsluiten vind ik onverstandig. Maar er komt iets anders bij. Het is veel te vroeg om nu al dat spel te gaan doen van regeringsdeelname. Het gaat om het neerzetten van je ideaal. Kritiek op Paars, een helder alternatief voor die Paarse jaren formuleren. Dat vind ik dat partijen te doen staat. En al het gedoe nu over coalitievorming is gewoon te vroeg. Het is ook niet het respecteren van de kiezer. Ik heb nul zetels nog. Nog, ja. Ja. Meneer Rozenmuller. Ja. Wie vanavond bekeek, en dat is een analyse van de heer Mingelen aan toegevoegd. Welke combinaties er mogelijk zijn om een regering te vormen van enige daadkracht, die komt gewoon onbegrijpelijke puzzel te staan. Heeft u zich daarover gehoord? Ja, maar ik vraag me in alle ernst af of wij dit debat niet 2 maanden te vroeg voeren. We hebben gemeenteraadsverkiezingen gehad. Wij zijn zeer blij met onze winst van bijna 10%. Dat staat als een feit. Na al die peilingen, dan is er vanavond ook die peiling. Dan kunnen we met elkaar over soebatten wat we willen.
Ik heb eerder al in het kader van deze campagne de heer Fortuyn eens een brief geschreven en gezegd van nou, zullen we niet eens over een aantal belangrijke vragen te debatteren. Onder andere omstandigheden, Paul. Kreeg ik een briefje van je terug. Wacht maar even tot 6 maart. Nou, ja. Dat hebben we nu gedaan, want het is nu 7 maart. Ja. En laten we dat debat voeren. Maar ik vind werkelijk dat ik ook gelegitimeerd ben om geen antwoord te geven op de vraag wie met wie. Als ik alles zo hoor, dan lijkt mij er sprake van een tamelijk onoverbrugbare afstand. Ik bedoel, die duidelijkheid wil ik wel geven. En ik wil het ook in het debat vastgesteld zien. Maar daarnaast is er voor mij ook een debat met Paars. Melkert heeft gisteren gezegd, onder andere over ons en over de partij van Balkenende. Ja, eigenlijk geen alternatieven. Te veel een karikatuur gemaakt van Paars. Nou, ook dat debat wil ik voeren. Want ik denk dat naast de verschuiving naar rechts, die je een beetje misschien voor een deel bij de gemeenteraadverkiezingen ziet. En voor een deel in die peiling. Wacht even. Ja. Jij zou iets in je oren knopen, weet je. Oh ja. Dat er dus ook een progressief alternatief en een progressief weerwoord nodig is voor het maatschappelijk klimaat wat ik op dit moment zie en proef. Ja. Meneer Dijkstra, zou u eventueel met de heer Fortuyn willen samenwerken naar de regering? Ik zou dolgraag willen als dat mogelijk zou zijn. Maar dat kunnen we pas beoordelen als we de inhoud kennen. En zoals ik net al een beetje kritisch was op wat ik net hoorde, er zal iets meer moeten komen, geloof ik, dan alleen het boek. Maar dat zullen we afwachten. Wanneer komt dat boek ook alweer? Als wij hollen natuurlijk naar de winkel toe. 14 maart. En dan 14, hollen u krijgt het van mij toegestuurd, meneer Bergen. En weet u niet of Zwiegel wil nu al met me regeren? Nou, dat is toch fantastisch. Nou ja, dat is dat weer nodig. Maar is dat niet een probleem dat in uw eigen VVD enige verdeeldheid lijkt over de vraag of het enthousiasme voor de lijst Fortuyn nou groot moet zijn of klein? Ja, nou weet ik niet of het nou verstandig is hier de heer Wiegel aan te halen. Want die heeft geloof ik gesproken over, was het ook weer gebakken lucht en drijfstand. Dus, maar die had het boek ook nog niet gelezen. Dus dat is misschien ook te vroeg geweest. Maar hij zegt een combinatie CDA, Fortuyn, VVD lijkt hem wel wenselijk. Ja, nou ja, ik sluit ook niks uit. Ik sluit me erg aan van wel. Ik heb a priori tegen niemand wat. Ik hou van iedereen. Maar het gaat in de politiek over de inhoud. Het gaat over de standpunten. En ik weet nog precies hoe wij in 1994 het gesprek zijn aangegaan met de Partij van de Arbeid en D66. Dat ging ook van verschillende startpunten uit. En de vraag die telkens voor ons drieën was dat natuurlijk het geval. Telkens aan de orde is, kun je voldoende van wat je zelf wil realiseren met de anderen met wie je een coalitie aangaat? Die vraag ligt straks ook met anderen voor. En is het gelukt de afgelopen 8 jaar? Ik heb net uitgelegd hoe in die afgelopen 8 jaar op veel terreinen zeer zegenrijk werk voor dit land is. Nou, ja, dat kan ik de komende tijd verdelen. Dat zal ik dus ook de komende tijd verdelen. Nou ja, dat is wat daar waar ik heen met de heer De Graaf. Het einde van Paars vanavond, of niet? Dat weet ik helemaal niet. Ik weet wel dat je zo goed mogelijk als je kunt duidelijkheid moet verschaffen. En ook voor de verkiezing, niet alleen na de verkiezing. En zoals de heer Fortuyn duidelijk heeft gemaakt in diverse interviews, dat hij niets met D66 heeft, is dat omgedraaid ook zo. Ik kan me niet voorstellen dat D66 en de lijst Fortuyn ooit in één combinatie zouden zitten. Gelet op de denkbeelden van de heer Fortuyn, die ook gewoon en dat recht heeft hij ook uit te spreken. Wij hebben ook het recht om te zeggen, wij zouden er niets voor voelen. Ik moet er niet aan denken om dat programma uit te voeren, daar maar iets van uit te voeren. Nou, dat is genoteerd. Maar nu, het is toch het einde van Paars vanavond? Nee, het is niet het einde van Paars. Nog 2 maanden. Over 2 maanden zijn de verkiezingen. En dan moet ik kijken welke combinaties überhaupt mogelijk zijn. Wat wel zo is dat er 2 maanden lang, wat mij betreft, zal ik ook doen, de verantwoordelijkheid wordt genomen voor kabinetsbeleid van de afgelopen jaren. Er zitten heel veel goede dingen in het kabinetsbeleid, zeker als ik kijk waar we vandaan kwamen. Het heeft Dijkstra al gezegd en heeft hij groot gelijk in. En kijk eens naar de omringende landen. Kijk eens naar Duitsland. Dan denk ik, hoge werkloosheid, tekorten die er is opgelopen. En dan kijk ik met dezelfde economische hoos, hebben wij het veel beter gedaan. En dat betekent dat ik dus 2 maanden lang ook zal zeggen, we hebben de verantwoordelijkheid genomen. We hebben als partij tussen 2 grote partijen niet makkelijk gehad. Maar die verantwoordelijkheid wens ik te nemen en ook daarop te worden aangesproken. Maar ook de dingen, en dat is, daar gaan de verkiezingen echt over, meneer Witteman, over wat we in de volgende jaren willen bereiken om het beter te doen waar de problemen nog zijn. Dus interessant is aan de tafel, de Paarse vrienden aan één kant. Wat hebben we nu de laatste weken steeds meegemaakt? Het ene plannetje na het andere. Ik heb nog een artikel van de heer Melkert dat hij zei. De agenda van na 15 mei zal anders moeten zijn dan wat we Paas hebben meegemaakt. Alle plannen zijn gepresenteerd. En nu de laatste dagen is plotseling ineens, we gaan allemaal staan voor het beleid. Ik waardeer het wel, want niet weglopen voor je verantwoordelijkheid. En u dacht niet dat dat met elkaar zou kunnen samenhangen? Dat je dus niet tevreden bent met alles wat er is, maar dat je zegt er zijn nog enorme
ambities. Maar dat je tegelijkertijd wel zegt, de feiten van de afgelopen jaren, die zijn ook niet mis te verstaan van wat er is gepresteerd. Maar meneer Melk, nee, ik constateert een kleine koerswijziging, namelijk aan het begin van de campagne de verschillende partijen binnen Paars de verschillen benadrukte en dat er nu iets meer is gezien. Mag ik het voorbeeld geven van de kinderopvang, waar we de afgelopen jaren een enorme doorbraak hebben weten te bewerkstelligen, maar waar vervolgens hartstikke duidelijk is hoeveel er in de komende tijd nog nodig is. En als u dus zegt van wat is er nu vanavond gebeurd, ook naar Paars toe, dan zeg ik, nou die boodschap die is dus niet mis te verstaan. Maar laat het alsjeblieft in de komende tijd ook wel over een aantal feiten gaan die de afgelopen tijd wel erg onder het vloer zijn. Er is niemand die hier zegt dat Paars niks goed gedaan heeft. Maar wat wel heel veel. Weken anders horen zijn. Nee, maar nou, dan had u goed. Mag ik even uitspreken? Maar wat heel veel mensen niet begrijpen, dat is dat in een periode van enorme economische groei Paars na 8 jaar de collectieve sector achterlaat op een wijze waarop zij ze achterlaat. En dat betekent wachten in de trein, wachten op de dokter, wachten op de. Dat is precies. Kennen we. Zelfs gezegd, maar op het moment. Maar op het moment dat u daar iets in zou willen veranderen, zou de geloofwaardigheid toenemen als u terugkijkend zou zeggen: kijk, daar hebben we fouten gemaakt. Daar zijn we in de mist gegaan. Dan is het geloofwaardiger om de bakens te verzetten. Dat is denk volgens ik. Volgens mij zijn we de mist niet ingegaan. Ja, maar komen we uit de mist als het gaat om de salarissen van de onderwijzers, van de verpleegkundigen. Daar worden geweldige stappen gezet. Dat heeft zijn tijd nodig. En kijk, er kan wat mij betreft gesproken worden over een heleboel kritiek. U weet dat ik nog met de heer Zalm. Dat ik nog met de heer Zalm de discussie ben aangegaan over hoeveel extra financiële ruimte er ook nodig zou zijn. En die discussie die hebben wij getrokken. Maar wat ik niet accepteer, wat u gezegd hebt, is dat Nederland een soort van ontwikkelingsland zou zijn op een aantal van die terreinen die u noemt. Ik moet zeggen, dat gaat echt de stoutste ideeën te boven als je weet uit welke situatie Nederland kwam met zijn werkgelegenheid, met zijn financieringstekort. Maar natuurlijk wel meneer Melk, u miskent... van Kok over de heg gooien. Maar daar heb ik het helemaal niet over. Nou, volgens mij wel. Daar heb ik het niet over. U miskent de problemen die mensen heden ten dagen ervaren. Nee, in de gezondheidszorg, in het onderwijs. U had 8 jaar de tijd met een geweldige economische groei om daar veel meer aan te doen. En dan praten kinderen tegenwoordig over schone toiletten op de school. Dat is het gesprek. Als je nu ziet wat er de afgelopen tijd is gebeurd, daar is veel geld bij gegaan voor onderwijs verzorgd. Dat is niet het punt. Als je ziet, de wachtlijsten zijn niet opgelost. De wachtlijsten in de thuiszorg en de gehandicaptenzorg die lopen drastisch achteruit. De bureaucratie in het onderwijs is steeds een doorn in het oog. De Nederland is niet veiliger geworden. En wat je nu krijgt de laatste week. U komt het ene plannetje, de heer De Graaf zegt van torentjesoverleg moeten we doorbreken, het gaat door. U zegt we moeten de recidivisten en sfeer van strafrecht harder aanpakken. Dan zeg ik al dat soort zaken, dat had eerder moeten gebeuren. Waarom wilt u dat niet in de Kamer initiatieven? Waarom meneer Melk, meneer De Graaf? Meneer Melk, ik wil graag dat we elkaar laten uitpraten. Dat ben ik helemaal met u eens. Het is hypocriet. Ja, ik ben een remake van Paars hier vanavond. Het is nee, ik sta voor een tijd waar ik op verantwoordelijkheid heb gedragen. Het is hypocriet wat de heer Balkenende zegt. Als je weet dat er vanaf begin jaren 80, en het was nodig, het was het kabinet Lubbers 1, weet u nog, moest worden gesaneerd. En dat betekent dat in die collectieve uitgaven ongelooflijk werd bezuinigd. Dat is gedurende een reeks van ongeveer 15 jaar is dat gebeurd. Pas toen kon die economie weer wat terugkomen. In die 15 jaar is er een enorme aanslag gepleegd, dat ging ook voor 3 kabinetten Lubbers op, enorme aanslag gepleegd op onderwijs, op zorg en ook op veiligheid. En die waren er wel, meneer Balkenende. Eind jaren 80 was er een hartbrug naar Londen, omdat er in Nederland geen hartoperaties konden worden verricht. Er waren wachtlijsten, het was uw kabinet. Ik neem het niet kwalijk, maar het is wel het nodige gebeurd. Meneer Fortuyn, er zijn miljarden bijgekomen toen het kon in de goede volgorde. Eerst de economie stimuleren, dan de begroting op orde en dan geld uitgeven voor de grote problemen. Weet u wat, meneer Fortuyn, die start nu heel netjes zijn vingertje op.
Dus hij sprak niet doorheen. Als het woord hypocriet wordt gebruikt, dan vind ik dat je dan ook bij recht op alweer wordt. Veel te makkelijk. Dat u doet. En ik vind de karikatuur die u maakt van de beleid van de kabinetten Lubbers. Als je ziet, het was een moeilijke tijd. Yeah. Maar in die tijd hadden we wel leerkrachten voor de klas. Er waren geen wachtlijsten in de sfeer van de zorg. We gaan terug naar het heden. Meneer Fortuyn. Ja, nou, ik wil het één ding ter verdediging van het CDA zeggen. Dat die solide financiële basis die uitgebouwd is, met name door de heer Sam van de VVD, is absoluut gebeurd op basis van de saneringspolitiek van de kabinetten Lubbers. Dat kan niemand ontkennen. Daar zat ook nog de minister van Financiën Kok bij, hè? In de laatste periode wel, maar in de periode daarvoor absoluut niet. En de belangrijkste saneringen zijn gedaan onder Lubbers 1. Hè? Dat zijn gewoon de feiten. En toen lag de PvdA ontzettend dwars. Maakte ik ook nog deel van uit, dus helemaal geen probleem. Goed, waar het in alle drie die grote sectoren om gaat, en wat mij in deze discussie steeds zo tegen de borst staat, dat is dat het steeds over geld gaat. Hè. Hij wil meer geld en dan denken dat dat opgelost wordt. Zo wordt het niet opgelost. We hebben een overmaat aan management, bureaucratisering, schaalvergroting, zowel in het onderwijs als in de gezondheidszorg, als in de veiligheid, als in het openbaar bestuur. En er zijn tal van studies die uitwijzen, juist ja, dat die bureaucratisering, dat die schaalvergroting ineffectief werkt. En wat wij willen is dat de agent, de dokter, de verpleegster, de onderwijzer centraal komt te staan in de uitvoering. De burger, de leerlingen, de ouders en de patiënten bedienen. Heel belangrijk, daar niet gaat origineel. Meneer Dijkstal? Nee, niet origineel, maar u moet het maar eens een keer realiseren. Nu hoort u een aantal oplossingen. Ik vroeg altijd om oplossingen en nu hoort u dat. Nee, daar hoort nog één van. Ik ben het wel mee eens met wat de heer Fortuyn zegt, maar de volgende vraag is nu. Hoe doe je dat? Dus laten we nou de zorg eens nemen. Je kan het zorgstelsel typeren als een overgereguleerd publiek stelsel, waarin bijvoorbeeld een directeur van een ziekenhuis... Oost-Europa wel. Waarin een directeur van een ziekenhuis zo gebonden is aan budgetfinanciering en aan regels, dat hij niet kan doen met zijn mensen wat zijn gezonde verstand hem ingeeft. Dat is de typering van het stelsel wat we hebben. We hebben allemaal nagedacht over dat stelsel, want hoe zou je dat dan moeten veranderen? Dat kan je alleen maar veranderen als je dat stelsel openbreekt. En dat heet nou in het jargon dat je wat meer concurrentie tussen verzekeraars organiseert, concurrentie tussen de aanbieders van zorg. We moeten een basispakket afspreken. Dat hebben jullie nu juist afgebouwd. De zelfstandig ondernemende specialist is onder paars een franchisewinkelier geworden of een loonafhankelijke. Dat hebben jullie gedaan. Die fusies van die ziekenhuizen. Ik heb rampen op mijn bureau liggen. He, goed werkende ziekenhuizen die bij elkaar moeten zitten. Die met z'n tweeën 4 directeuren hebben. Nu 3 leden van de raad van bestuur. 6 directeuren, management, staf, et cetera. Minder bedden, minder productiviteit. Ja, het is zo helder als glas. Ja? Ja, daar ben ik het dus mee eens. Dus, ik herhaal mezelf nu even. Dan moet je dus kijken waar je dat stelsel moet veranderen. Nou, ik noemde daar een aantal punten van. Daar maar waarom is dat dan niet gerealiseerd? Zoals het gaan dat is niet gerealiseerd, omdat tot voor kort wij daar in de politieke partijen nogal van mening over hadden. Ook binnen paars bedoelt u? Ja, en buiten paars. Het ging over door alle partijen heen. Nou, u moest regeren met paars. Binnen paars. Absoluut. En dan zoek je naar een oplossing. Nou, die oplossing begint in het verschiet te komen. Want ik heb net gewezen op het standpunt van CDA, D66, de CR. Ook in de Partij van de Arbeid wordt er natuurlijk over nagedacht. We zitten nu voor een heel lastig probleem, dat herken ik. Daar heeft Melker ook over gesproken. Dat je de premie niet meer inkomensafhankelijk zou moeten maken, maar nominaal. Want dat heb je nodig om dat systeem te laten werken. En dus te vermijden wat de Fortuyn beschrijft. En rond die nominalisering van de premie en de compensatie daarvoor. Wordt lid van de Partij van de Arbeid, zou ik zeggen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ik vind helemaal niet dat dat op die manier moet. Natuurlijk een basis. Wij hebben in ieder geval, en ook een paar anderen, hebben nou een blauwdruk op tafel liggen zoals het zou moeten. Je kunt daar van mening over verschillen. Je kunt zeggen dat het niet zo moet. Dat is een legitiem standpunt. We gaan een keer een apart debat over de gezondheidszorg. Of het onderwijs en de veiligheid, het openbaar bestuur. Gaat het toch om. Bent u niet bang, meneer Fortuyn, dat u met het standpunt Nederland is vol, zich isoleert in de politiek? Dus ook al zou u op andere terreinen interessante denkbeelden hebben waar anderen zich eventueel in verschillende samenstellingen bij zouden aansluiten, dat u om dat standpunt, wat geloof ik hier aan tafel door niemand wordt gedeeld,
isoleert in de politiek? Dat denk ik niet. Ik denk dat ik daarin een heel belangrijk gevoel in Nederland weergeef. Ik begrijp ook helemaal niet wat er tegen is om zoiets te zeggen. We wonen in een van de drukst bevolkte landen ter wereld. Ik begrijp heel wel, heb ik ook een en ander maar gezegd, maar je moet het een keer duidelijk zeggen, dat als ik zeg van nou, we moeten nu eens ophouden, je moet niet dweilen met de kraan open, dat er dan nog genoeg binnenkomen. Dat begrijp ik best. Maar het is absoluut noodzakelijk dat als wij willen dat dat overmatige beroep, hè, want het is ook een kwestie van een heel groot beroep, door integratievraagstukken op onderwijs, op gezondheidszorg, op veiligheid. Ja, als je, en op al onze sociale zekerheidsvoorzieningen. Als je niet wil dat dat bouwwerk in elkaar stort, en dat wil ik niet, een onderwijzer kan ik maar één keer inzetten. Dus als hij een klas vol heeft met kinderen met taalachterstanden en dergelijke, dan moet ik niet zorgen dat er nog meer bij komen. Zo ik ken uw standpunt wel, maar ik vroeg of u niet bang bent dat u zich met dat standpunt in een politiek, ik zie dat ze opschuiven. Er worden nu dingen gezegd die waren een paar jaar geleden totaal onmogelijk om te zeggen. Nou, ik begrijp dat de heer Fortuyn dus ook opschuift. Hij heeft, nou, niet naar u toe. U heeft toch letterlijk gezegd, geen vluchteling meer. Ja, ik. En u zegt, er komen altijd weer mensen binnen. Ja, uiteraard. Want Begrijp het illegaal. Die wil, ja, maar de vluchtelingen. Illegaal. Ik wou hebben een huis in Noord-Italië, meneer De Graaf. Ja, u bent geen vluchteling. Nee, maar daar zie ik die vluchtelingen binnenkomen. En in Noord-Italië kan ze dat werkelijk geen bal schelen. Want via Schengen komen ze bij ons. Geef dan antwoord op mijn vraag. Ja. U wilt dat elke vluchteling, politieke vluchteling, die geconfronteerd wordt met vrees voor eigen leven, en vervolging niet op in Nederland binnen mag komen. Dit is gewoon demagogie wat u nu zegt. Als u zegt vluchtelingen mogen niet in Nederland binnenkomen, dit is demagogie. Dan herhaal ik uw woorden. U weet heel precies, net zo goed als ik, dat meer dan 80%, en dat is een eufemisme, wordt economisch vluchteling. En die ene politieke vluchteling mag ook niet binnenkomen. Mijn stellingname is vluchtelingen opvangen in de regio. Daar gaat het dus niet in Nederland. Mag niet meneer De Graaf, als ze uit Frankrijk komen. Meneer Dijkstra en Melkert, de stelling dat de heer Fortuyn zich zou isoleren met het standpunt Nederland is vol, als u dat blijft beweren. Klopt die stelling van mij of denkt u nee, daar valt best nog over te praten? Meneer Dijkstra? Hij zegt Nederland is vol, maar Nederland is ook weer niet helemaal vol, want er komen toch mensen binnen. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om de woorden die je daarvoor gebruikt. Het gaat ook hier natuurlijk weer om de vraag, wat wil je dan concreet en is dat realiseerbaar? En dat punt van het opvangen in de regio. Ik geloof niet dat iemand aan deze tafel dat niet met hem eens is. Nee, maar Nederland is vol. Er komt er niet één meer binnen. Ik heb ooit eens als eerste gezegd, hij ontkent pasmans als eerste gezegd, Nederland is niet vol, maar het is knap druk. Maar dat zegt ook niks. Nou, dat heeft de heer Nagel wel goed onthouden. Nee, dat zegt ook niks. Ja, nee. Het zegt pas wat op het moment dat je met de wet in de hand en de regels en je internationale verdragen, dat je dat naloopt en zegt, wat wil ik dan anders en wat kan ik anders? Maar dat valt over de praat. Wij hebben een hele eigen insteek daarin. Ik ben benieuwd wat hij concreet wil. En ook anderen concreet willen. Dat standpunt heeft zich wel duidelijk uitgelaten. Meneer Melker, Nederland is vol. Als dat wordt volgehouden door de heer Fortuyn. Weet u, er is iets anders wat de heer Fortuyn voortdurend in zijn mond neemt. Wat mij nog meer dwars zit dan dat Nederland is vol. Kijk, Nederland is vol is gewoon een onrealistische stelling. Want je hebt een open economie, een open samenleving. En denk nou niet dat je moet het goed proberen te regelen. Streng en rechtvaardig. Wat betreft de toelating. Ja, doe dat dan eens. Begin eens aan die gezinshereniging. De nieuwe vreemdelingenwet is daar wat dat betreft een heel goed product van. Daar is goed over nagedacht. Enzovoorts. Ja, maar die voel je maar niet wat eronder zit. Wat eronder zit is zo'n term als dweilen met de kraan open. Ik ben de afgelopen weken heel veel mensen tegengekomen. Die dus denken van ja, maar dit gaat ook een beetje over mij. En wat wordt daar eigenlijk bedoeld? Wat betekent het als mensen wel op grond van goede redenen met die asielwetgeving of met de gezinsherenigingswetgeving wel in Nederland binnen mogen komen? Gaat het dan ook over mij? Ben ik die kraan? Word ik opgedweild? En ik vind dat we dus niet in die termen over die ene samenleving waar we het samen echt moeten rooien met elkaar zouden moeten spreken. Dus zolang dat wordt volgehouden, willen we daar niet mee in debat? Nee. Meneer Bakker?
kwam even tegen het dweilen met de kraan open. Ik heb die term ook gebruikt in een heel ander kader. Dat had te maken met het Nederlands drugsbeleid. Ik vind dat wij als Nederlands... Maar dat was niet te vragen. Ik wou het mee op dat verband. Ik hoor die term veel. Ik denk, dat heeft net goede perspectief. Ik heb mezelf gebruikt. Maar kunt u ingaan op de vraag? Eventueel. Is er mogelijkheid dat u ingaat op de vraag? Namelijk of u, zolang dit het standpunt is van de heer Fortuyn en zijn partij blijft? Nou, ik denk, ik moet nog even denken aan wat Hans Dijkstra net zegt. Natuurlijk is het thema in het verleden met name de wolken zijn scherp naar voren gebracht. En ik denk dat de VVD onmogelijk tevreden kan zijn over een aantal aspecten van het asielbeleid, de instroombeleid, hoe de vreemdelingenwet op het ogenblik functioneert. We hebben bijvoorbeeld gehad over een 3-jaar termijn. Dan heb je toch gekozen op de 5-jaar termijn. Van wanneer heeft iemand recht op een verblijfsvergunning? Mm-hmm. Dat zijn toch punten die allemaal niet, denk ik, direct bij de VVD passen. Als je nu praat over het beleid zoals het nu gaat. Bijvoorbeeld, hoe kom je in Nederland binnen? Ja, maar dat was de vraag niet. De vraag was, als Nederland is vol het standpunt van de heer Van Duin, valt er dan met u over te praten? Als het gaat om echte vluchtelingen, de mensen die worden verdrukt in landen, dan moet je op een gegeven moment daar je grenzen openzetten. Simpel is dat. Maar dat betekent wel dat je veel strenger zult moeten zijn van wie is rechthebbende en wie niet. En kun je de procedures te versnellen. Want dat gaat natuurlijk absoluut fout aan Nederland. Maar absoluut zou niet beginnen met mensen toe te laten die geen papieren hebben. Simpel zat. Je kunt toch niet zeggen, Paul, dat Pim, degene die... Pardon? Nee, ik zat even niet altijd even... Wat vervelend tussen, Paul. Als het gaat om de echte vluchteling. Als het gaat om mensen die te maken hebben met echte noodzaak. Ja, maar dat is ons grote probleem. Er wordt op zo'n grote schaal misbruik gemaakt van deze regeling. Dat kunt u toch niet ontkennen. Als je net 80%, nee, de vraag 80% economische vluchtelingen... Maar dat was inderdaad de vraag. Dan moet je dus heel scherp zijn. Dat weet ik ook wel. En dat betekent dus dat voor mij sowieso, als jij je papieren niet hebt, dan kom je niet in. Maar dat was de vraag. Hoe hard dat ook is. Dat was de vraag niet. De vraag was, als je te maken hebt met mensen die echt komen uit gebieden waar het... Dat weet ik niet eens. Dat weet die ambtenaar ook niet eens. Dat is het grote probleem. Omdat we aan de lopende band worden bezogen. Maar als je het wel weet... Als ik het... Dan wordt het heel moeilijk, hoor. Want ik heb ook gezegd, je zal daar maar aan zo'n loket zitten. Maar... En u bent ook geen onmens. Nee, maar ik zeg wel, wij zijn politici. En wij zullen in dit land hebben te kiezen. En als je van mening bent, en dat ben ik van mening, dat die integratieproblematiek zwaar ligt. En dat het niet in het belang is van de mensen die hier nu zijn. En dan even eenzelfde demagogisch antwoord te geven op de heer Melkert. Hè, die dus zegt van, die mensen denken dat... Alles wat hier binnen is, meneer Melker, daar wil ik voor zorgen, wil ik goed voor zorgen. Maar ik wil wel ervoor zorgen dat de spoeling niet zo dun wordt, dat de hulp die we hen kunnen bieden niets meer voorstelt. Goed, we moeten en dat is al een kritische grens genomen. We willen het morgen het debat herhalen en dan wil ik me niet inknippen. Meneer Roosbuller, ik geef u het woord. Beetje bevallen, dat eerste debat met de heer Fortuyn? Nou ja, niet als je zegt dat je niemand binnen wil laten en vervolgens zegt dat toch iedereen wel binnenkomt. Dat zeg ik helemaal niet. Dat zei je wel. Zeg niet, mag ik even? Niet als je zegt dat er in de bureaucratie een heel boel moet gebeuren op het terrein van gezondheidszorg en onderwijs, wat iedereen vindt, maar het onderscheid tussen Fortuyn en de rest is dat jij vindt dat er geen cent naartoe moet en wij vinden dat er wel een cent naartoe moet. Ja, maar de meningsverschillen zijn wel duidelijk. De vraag is of het debat met de heer Fortuyn bevallen is. Want u heeft er een paar keer om gevraagd. Ik heb er één keer om gevraagd. Ik heb toen 9 gekregen. En ik zou het debat dus graag voor 9 gekregen. Ik heb een 9 gekregen. Nee, volgens mij. Maar zeg dan nu ja, dan maken we een afspraak. Heb ik toen ook al gezegd. Meneer Melkert? Dan maken we een afspraak. Bevallen? Het hoort erbij. Nou, dat klinkt niet erg enthousiast, meneer Melkert. Dat belooft nog wat te worden. Nou, dit is voor mij een hoogtepunt in mijn carrière. Dit gesprek vanavond om 1 uur. Ik hoop dat er nog een paar mensen thuis kijken. En wat mij betreft gaan we de volgende keer weer vrolijk verder. Het liefst iets concreter. Want er worden heel veel woorden gebruikt waarvan ik nog niet precies weet van hoe gaan we dat dan oplossen. Mm-hmm. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar op zich is dat bevallen. Ja, het is altijd leuk, meneer Wetterman. Met u is het trouwens ook altijd leuk. Dat wil ik ook wel even zeggen. Maar met die tranen schieten mogen. Meneer Gaal, het is eigenlijk heel gezellig. Wat bevallen is. Voor debat met de heer. Elk debat moet je voeren. Dat zie ik ook wel naar uit, ja natuurlijk. Ik heb dat ook een aantal malen gevraagd. Tot dusver 0 op de test gekregen. En moest je me niet beledigen? Nee, niks kwestie van beledigen. Als ik het niet eens ben met uw standpunt, is dat nog geen belediging. Niet met dat belediging Anne Frank aankomen. Dat is een belediging van de partij. Als u politici vergelijkt met... Het is goed bevallen zo te horen. Meneer Balken. Meneer Balken, goed bevallen. Het is een beetje verschraling als het alleen zou zijn een debat met de heer Fortuyn. Het gaat gewoon om de resultaten van Paas. Het gaat om de eigen voorstellen. En het zou natuurlijk toch te gek zijn dat het debat alleen maar gaat
gaan om wat Fortuyn zegt. Onzin. We zijn onmans genoeg om onze eigen punten naar voren te brengen. Fortuyn, confrontatie. Ja, nou, het is voor mij natuurlijk voor het eerst. En ik vind het erg jammer dat meneer Melkert niet wat vrolijker. Hij is nog wel een beetje humor ook nog. Er zijn nog twee maanden te gaan, maar het is op zich wel bevallen. Ja, ik hoop wel dat meneer Melkert gaat ontdooien de komende weken. Zullen we gaan, want de auto wacht. Dank u wel. Dank u wel. Allemaal, hartelijk dank. Tot een volgende keer. Dit was het lijsttrekkersdebat. En het ging, zoals we hadden beloofd, over de opiniepeiling voor de landelijke verkiezingen. Tot de volgende keer. Paul, we zijn eruit. We zijn eruit, zei misschien met een beetje spijt in zijn stem, Pim Fortuyn. Goed, alle 458 gemeentes zijn geteld. Ik kan niet zeggen over de opkomst. 58,3% was het 4 jaar terug en 57,7% is het nu, 0,5% minder. Dus u mocht langer, 19:30 vanochtend al tot 9:00 vanavond, heeft niet veel uitgemaakt. Of u weet, was de opkomst anders nog lager geweest. Ik heb nog één heel belangrijke uitslag, namelijk die van Amsterdam. De opkomst in Amsterdam. 47,8%. Partij van de Arbeid, altijd de grootste in Rotterdam, altijd de grootste in Amsterdam. In Rotterdam helemaal niet meer door Leefbaar Rotterdam. Hoe deed de Partij van de Arbeid het in Amsterdam? 16% erbij. De VVD verliest een klein beetje, 15%, 0,5%. CDA, wat erbij, bijna 2%. D66 verliest als bijna overal vanavond 0,2%. En GroenLinks, die verliest bijna 2%. Andere partijen, Socialistische Partij, Leefbaar Amsterdam, Groene. Ik doe ze toch in één keer. Socialistische Partij, een beetje erbij. Leefbaar, ook 4,5% erbij. De Groene, 2,2% eraf. En Mokenmobiel, 0,1% erbij. En de overige partijen. Goed, dat was Amsterdam. Het is misschien goed nu alle stemmen geteld zijn in die 458 gemeentes om naar de eindstand, het eindklassement te kijken. En is het laat, wil ik misschien toch nog weten. Het scorebord staat eigenlijk tussenstand. Voor mijn gevoel mag het gewoon eindstand zijn. Raadzetels naar 458 gemeentes. Nou, dus niet heel veel veranderd. In het rood zijn de verliezers, in het groen zijn de winnaars. Nou, Leefbaar en Lokaal ziet u, die hebben het heel goed gedaan. Verliezen Partij van de Arbeid. U ziet het zelf. Goed, dit was de eindstand. Gasten aan tafel, Ank Bijleveld, Van Peper, professor Euwing. Professor Euwing zeggen we allemaal zo, u. We ronden af. Ja, we ronden af. U komt uit Amerika, hè, van origine. Vond u het een verademing of was het toch weer een typisch Hollands avondje? Het was, nee, het was absoluut niet typisch. Het was heel bijzonder. U zegt, ik heb een Amerikaans achtergrond en ik zat te denken van, nou, ik word moe van dat Amerikanisering van de politiek, maar ik denk dat we nu de invloed hebben van negative campaigning. Dat zie ik voor het eerst in Nederland gebeuren vanavond. Een heel ander soort van stijl van debatteren hier dan ik ooit heb meegemaakt. Dat is iets wat we nooit in Nederland hebben gezien. Ook bij de veld van het CDA. Geef eens een typering van deze dag en deze avond. Ik denk historische verschuivingen toch wel. Als je naar een aantal plaatsen hebt. Het is een gemeenteraadsverkiezing. Maar als je met name Rotterdam dan neemt. En dan, als we kijken naar de peiling voor de landelijke verkiezing. Zou ik dat toch ook willen zeggen. Het is toch wel een beetje een aardverschuiving. En ik denk dat mensen zich moeten realiseren. Dat op 15 mei. Dat er echt wat te kiezen is in Nederland. En dat het ook spannend kan worden. Ik denk dat is voor mij eigenlijk het voornaamste punt. Ik vond het debat nog niet een echt debat wat ik daar net zag, eerlijk gezegd. Het was een beetje draaien om Fortuyn. Maar als men er een echt debat van maakt, dan kan men het spannend maken. Ja, okay. En ik hoop dat men dat doet. Meneer Peper, tot slot. Jammer dat u niet meedoet aan de landelijke PvdA-campagne. Nou, ik zal er zin hebben, ja. Uw typering van de dag en de avond? Nou, ik heb veel typering, maar laat ik er één uitpikken. Ik vind dat je kunt zien dat het politieke systeem aan het eroderen is, uit elkaar aan het vallen is. En dat zie je eigenlijk al heel lang. En de oplettendheid om dat te zien is een beetje aan de magere kant geweest. En dat loopt van de gekozen burgemeester tot een verantwoording rechtstreeks naar de kiezers toe. Tot het organiseren van het publieke domein. Doe dat een keer gewoon goed of zeg wie wat doet.
het nemen van verantwoordelijkheid, daarvoor staan. En niet met z'n allen onder een warme deken zitten en zeggen, nou, het zit wel goed met ons. Goed, okay. Ik dank u alle drie buitengewoon hartelijk voor het komen en zo lang te blijven. We zijn aan het eind gekomen van deze lange uitzending over de verkiezingen van nieuwe gemeenteraden en over een uitgebreide peiling met oog op de komende Kamerverkiezingen. De gevestigde partijen verloren in de gemeentes aan lokale partijen. En in het bijzonder ook de vele partijen die zich het etiket leefbaar hebben opgeplakt. Spectaculair natuurlijk de winst van Pim Fortuyn. Veel over gesproken in zowel Rotterdam als ook in de peiling voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zal nog heel veel over gesproken worden. En de politiek en ook de campagne natuurlijk zal zich de komende weken over dat verschijnsel moeten buigen. Goed, we stoppen ermee. We laten u nog even de hoogtepunten van een avond politiek zien. Daarna is er nog een NOS-journaal. En als u het debat met de lijsttrekkers wilt terugzien, we herhalen dat morgenochtend, straks zo u wilt, om 11:10 op Nederland 2. Vanuit Hilversum. Goedenavond. Goedenavond. Met die potloodjes ging het sneller. Echt waar? Ha! En nu is het klaar? Volgens mij is dit een vertrouwelijke geheime stemming. En daar komt de uitslag. De winnaar is dus Schimmel. Je kan alleen maar een prestatie leveren als je al goed geoefend hebt. Bolkestein noemde Fortuyn Sjors van de rebellenclub. Nou, die rebellenclub wordt wel erg groot. Ik ben uit een opdracht in de politiek gegaan. Niet omdat ik er zo'n zin aan had. Ben ik in beeld. Iedereen leidt hieronder en hij profiteert ervan. Dit is voor de Partij van de Arbeid een fikse klap. Ik dacht dat ik het woord nog had, of zie ik dat verkeerd? Nou, en dan gaan we met elkaar praten. Sorry, ik kom zo even. Nou, waar gaat het over? Ik ben er een beetje beduusd van.